AWJ-minister Stephen McAndrew ontving op 10 mei een ILO-delegatie voor het Decent Work Country Program 2023-2026. De delegatie benadrukte na bezoeken aan dorpen als Pekingslee en Pokigrong de voortgang en de gebieden waar steun nodig is. Capaciteitsversterking van AWJ, trainingen op maat en samenwerking werden besproken, met de focus op onderwijs, banencreatie en economische ontwikkeling. De delegatie bood verdere technische assistentie aan en versterking van arbeidsmarktbeleid. De nieuwe Braziliaanse politieattaché, commissaris Daniel Ladeira, bezocht afgelopen vrijdag de korpschef van het KPS, Brian Isaacs. Ze bespraken belangrijke politionele kwesties en benadrukten de intensivering van de samenwerking tussen beide politieorganisaties. De attaché zal zich inzetten voor capaciteitsversterking van het Surinaamse korps met nadruk op kennisuitbreiding en vaardigheden. De directe samenwerking tussen de politiekorpsen zal praktischer worden. Studenten van de Cox Niveau 3 opleiding van het Suriname Hospitality and Training Center, SHTTC, vierden op 10 mei hun eindexamendiner. Onder leiding van docent Michael Hermelijn tonen ze hun culinaire vaardigheden aan een gevarieerd publiek. Het evenement was een viering van toewijding en prestatie, waarbij de studenten innovatieve gerechten serveerden die hun geleerde vaardigheden weerspiegelden.